Goedemorgen, middag of avond. Ik ga even iets met je delen wat in het verlengde ligt van de techniek Voice Dialogue, waar ik heel veel mee werk. En meer informatie kun je vinden op wendyborst.nl/persoonlijkheidskanten. Daar kun je meer lezen over de techniek, dus dan ga ik niet in deze podcast dat helemaal uitleggen. Als je hier nog niks mee hebt gedaan, dan zal het misschien enigszins abstract overkomen. En als je wel met mij gewerkt hebt of meerdere podcasts van mij hebt geluisterd, dan zul je wel wat herkenningspunten hebben. Ik doe even het kauwgompje uit mijn mond. Wacht even. Dat praat natuurlijk voor geen meter. Oké, goed. Energie. Veel mensen klagen over een gebrek aan energie. En die zeggen ook bij het stellen van doelen samen met mij dat ze meer energie willen hebben. Nou ga ik meestal even doorgaven. Wat is dat dan meer energie? Ook om je brein te prikkelen en om je brein te programmeren. Want meer energie, ja, dat is eigenlijk een beetje een flutdoel natuurlijk. Maar dat is wel iets wat we in onze taal veel gebruiken. Ik wil meer dit, ik wil meer dat, ik wil minder dit. Anyway, heel veel mensen klagen over een gebrek aan energie. En energie is een best wel een complex onderwerp. Want natuurlijk zijn er allerlei factoren die meespelen over hoe je energieniveau op dat moment is. Denk aan slaap, voeding, stress, volle agenda, inspanning, noem het allemaal maar op. Nou ja, dat hoef ik je ongetwijfeld niet aan me voor te kouwen. Daar heb je ongetwijfeld zelf een beeld bij. Maar met energie is het eigenlijk ook net als met geld. Dat er ook een stuk zit waarin je jezelf als het ware blokkeert. Of waarin je energie of geld blokkeert. En dat heeft in heel veel gevallen te maken met de overtuigingen die je daarover hebt. Over geld, dus je bewustzijn over geld. Dus wat denk je over geld? Wat zijn je gedachten? Wat zijn overtuigingen? Dus hoe ben je eigenlijk geprogrammeerd als het gaat om geld? Het grappige is dat dat ook geldt voor energie. Leuke zin, hè? Dat het ook geldt voor energie. Tenminste, vond ik grappig. Maar energie is ook zoiets waar we ook ja, beperkte of belemmerende overtuigingen over hebben. Die woordkeuze hoor je vast wel eens als je googelt op psychologische termen. Dus beperkende, belemmerende overtuigingen, die kom je ongetwijfeld dan tegen. En dat betekent eigenlijk niet meer en niet minder dan dat het overtuigingen, gedachten zijn die je bent gaan geloven. En die je tegenhouden om volgende stappen in je leven te zetten. Of die je tegenhouden om te zorgen dat het goed met je gaat. Eventjes heel, heel plat gezegd en korter de bocht. Maar ook over energie. Er hebben heel veel mensen bepaalde overtuigingen. En één bekende daarvan is dat je opstaat met een hoeveelheid energie. En dat dat leeg raakt gedurende de dag. Dat is dus niet helemaal waar, want er zijn heel veel bronnen waaruit je kunt putten om je energie omhoog te krijgen. Mediteren is er bijvoorbeeld één van. Ik noem dat vaak ook reset-momentjes. De natuur ingaan. Als je bijvoorbeeld een baan hebt waarin je heel veel je hoofd gebruikt, dus veel moet denken, dan kan even in de tuin bezig zijn of iets met je handen doen, kan ook zorgen dat je meer energie krijgt. Ontspanningsoefeningen, nou, in een flow terechtkomen, dus plezier hebben, even uit je dak gaan. Er zijn allerlei energiebronnen. Maar de overtuiging is vaak dat je opstaat met een bepaald energieniveau en daar moet je het die dag mee doen. Dus even een simpel voorbeeld van overtuigingen over energie. Nou, wat ik met je wil doen is een live voice dialogue sessie met mezelf. En dat heeft enigszins wel wat beperkingen, omdat ik daarin ook mijn eigen proces moet begeleiden. Maar bij mij en ook heel veel klanten van mij werkt het enorm goed om zelf te werken met voice dialogue technieken en met je persoonlijkheidskanten. En in dit geval beschouw ik energie even als een kant van mijzelf. Dat klopt natuurlijk technisch gezien niet helemaal. Maar ik zie het zo voor me dat ik gewoon energie heb. En dat ik een deel daarvan aan het saboteren ben of niet toelaat of blokkeer. Dus hè, probeer van energie dan maar even, hoe moet ik dat nou omschrijven? Maar probeer dat even te zien als iets wat op zichzelf staat. En als je niet heel goed in beelden kunt denken of dat niet iets is wat je van nature graag doet, dan zul je hier waarschijnlijk niet helemaal beeld bij krijgen.
En heb je dat wel, dan nou, kun je ongetwijfeld wel een voorstelling van maken. Dus dat je een bepaalde hoeveelheid, een voorraadje energie hebt. En daar kun je uit putten. Maar het kan ook op de een of andere manier stagneren. Dat het er wel is, maar dat je niet bij de rest komt, om het zo te zeggen. Nou, ik hoop echt dat je hier iets mee kan. En zo niet, dan haak je waarschijnlijk af. Goed, als je er nog bent, dan kun je er waarschijnlijk wel in ieder geval iets mee. Dus ik ga een live sessie met je doen, met mezelf. En de reden waarom ik dit doe, is omdat ik merk dat ik de afgelopen weken een wat lager energieniveau heb dan normaal. Ik heb best een heel hoog energieniveau. Dat is ongetwijfeld, of nee, niet ongetwijfeld, dat is zeker weten ook gekoppeld aan een hoge wilskracht. Dat is tevens ook wel mijn valkuil, dat ik kanten van mezelf, bijvoorbeeld ik heb een kant van mij die altijd maar nuttig wil zijn, een pusher, een streber, een verantwoordelijke kant, die ervoor zorgen dat ik altijd maar doorga. En wilskracht zorgt er ook voor dat ik doorga en daardoor soms ook het contact kwijtraak met mijn werkelijke energieniveau. En dat bedoel ik ook met name wel fysiek. Dat is een valkuil en gelukkig eentje waar ik heel goed mee heb leren werken. Dus ik ben mij nu eigenlijk, ik kan wel zeggen, continu bewust van mijn energieniveau. En of het meer wordt, minder wordt, dat soort dingen. En ik handel daar ook meestal naar. Je hoort het al, meestal. Dus de afgelopen weken wat minder. In die zin dat ik mijn agenda behoorlijk vol heb zitten. En dat is op zich niet zo erg. Alleen ik merk dat ik mijn lange termijn doelen een beetje onderschoffel. En daar zit wat, dat zit wat frustratie op. En dat is voor mij een energielek. Dus niet zozeer mijn volle agenda. Alhoewel dat ook wel met mij conflicteert met mijn persoonlijke waardevrijheid. Want het is natuurlijk, ja, eerlijk is eerlijk, zeer fijn als ondernemer dat je agenda gewoon zo makkelijk vol raakt. Maar de meeste ondernemers, ja, die houden ook van vrijheid. En op het moment dat je agenda chockvol zit voor een paar weken, als je vooruitkijkt, dan voelt dat niet heel erg als vrijheid over het algemeen. Anyway, ik raak een beetje van de weg af waar je voor kwam. De live voice dialogue sessie. Maar even om je een beeld te schetsen van wat bij mij factoren zijn die meespelen ten aanzien van mijn energie. Wat ik zeker weten merk, is dat ik mijn energie vaak blokkeer. Dat als ik met mijn mindset bezig ben, dat ik in één keer van het gevoel weinig energie te hebben kan overgaan naar een gevoel waarin ik voel dat het toch weer begint te stromen. Dat ik toch wel meer energie heb dan dat ik dacht. Dus een soort klik is dat. Nou, dat wilde ik eigenlijk demonstreren. Dus wat ik doe, ik ga eerst in gesprek met mijn blokkade. Dus de kant van mij die mijn energie blokkeert. Dus ik probeer die te vinden. En te vinden bedoel ik mee te voelen. Dus ik probeer even de kant te voelen die mijn energie blokkeert. Oké, ik heb er geen naam voor. En dat hoeft ook eigenlijk niet. Maar ik voel de blokkade wel. Nou, ik ga dan even zitten op een bepaalde plek. En dan ga ik in gesprek met die blokkade. Dus er is een functie van het blokkeren van mijn energie. Dus dan kun je zoiets zeggen als beste energieblokkade. Je bent niet voor niks de energie aan het blokkeren. Ja, dus je hebt een functie. Dus kun je me vertellen wat die functie is? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Want ik baal dat ik niet bij mijn energie kan. En dan zegt bij wijze van spreken mijn blokkade, en mijn innerlijke criticus die nu zegt, je gaat het toch niet werkelijk delen. Elke keer als ik een voice dialogue sessie deel, dan zegt mijn innerlijke criticus van, doe even normaal. Hè, er komt zo meteen een busje voorrijden en dan pakken ze je in. En dan voeren ze je af naar een gekkenhuis. Maar ik weet ook, dit is voor eigenlijk 99% van mijn klanten gewoon levensveranderend. Dit zorgt voor de meeste verschuivingen. En met dit bedoel ik deze techniek. Dus ik ik ga even terug naar de blokkade en die blokkade wil ik wat zeggen. En die zegt, ik zet de rem op jou en je wilde plannen en je wilde ideeën en de kronkels in je kop. De kronkels in mijn kop. Oké, wat bedoel je daarmee? Nou, jij denkt echt waar
dat jij alles maar in één dag kunt doen. En jij denkt echt waar dat je in één maand meer kan doen dan drie mensen in eenzelfde maand. Je wil gewoon te veel. En kijk bijvoorbeeld eens naar je maanddoelen, planning zullen we maar zeggen. Flip over waar al je maanddoelen op staan. Die begon gewoon goed, overzichtelijk. Maar daaronder staat een heel jaarprogramma wat je helemaal uitgewerkt hebt en helemaal uitgetekend hebt. En dat is fijn, maar dat kun je niet zomaar eventjes in drie uurtjes doen of zo. En je hebt heel veel wilde plannen, maar ondertussen laat je je agenda ook vol lopen en stikt het van de sessies. En nou moet ik wel zeggen, ik ben blij met je dat je geen concessies doet aan je pauzes en dat je altijd een half uur tussen de sessies doet en minimaal een uur lunchpauze. En dat je tegenwoordig hebt besloten dat je nog maar drie sessies van anderhalf uur op een dag doet. Dus hoera, 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 dat is al heel goed. Alleen, ik zet de rem erop. Want je moet iets gaan doen. Je moet iets gaan doen. Je moet iets met je agenda gaan doen. Want je kunt niet allebei. Je kunt niet en een volle agenda hebben. En aan je lange termijn doelen werken. Kan gewoon niet. Dus ik zet de rem erop. En ik wil eigenlijk maar één ding tegen je zeggen. Maak een keuze. En als je dat niet doet en dit elke keer blijft doen en elke keer maar blijft rondpanjeren met al die ideeën van je en de frustratie dat je daar niet aan toe komt, dan zal ik altijd de rem op je energie zetten. Omdat ik weet dat jij anders bijvoorbeeld nog vroeger je bed uitgaat of 's avonds doorgaat of de weekenden erbij pakt of wat dan ook. Je gaat manieren zoeken om die ideeën vorm te geven. En dat lijkt me niet zo heel goed plan. Door de rem op jouw energie te zetten, zorg ik er ook voor dat je wel gedwongen wordt om tussentijds met je handen bezig te zijn. Om de tuin in te gaan, om een wasje te doen, om dingen nogmaals met je handen te doen. Ik zorg er dus ook voor dat je gewoon even niet met je hoofd bezig blijft gaan. Want daar zie ik wel valkuilen. Oké, ik stop hier even mee. Ik krijg duidelijk inzicht in de reden van mijn blokkade. De reden waarom ik niet toegang heb tot mijn volledige energie. En ik ga ook even kijken. Ik ben het hier namelijk niet helemaal mee eens. Ik snap het heel goed, maar ik wil dit niet. Dus nogmaals, ik snap het heel goed. Maar ik zie ook voordelen als de rem van mijn energie afgaat. Dat ik daardoor meer helderheid, meer focus krijg. Om meer energie zorgt bij mij in elk geval voor meer helderheid en meer focus en meer concentratie. Dus als ik toegang heb tot mijn energie, dan weet ik dat ik nog steeds kanten in mij heb die ervoor zorgen dat ik met dit vraagstuk aan de slag ga. Ik heb morgen een gesprek met mijn eigen businesscoach, dus ik ben hiermee bezig. Dus ik snap dat een beschermingsmechanisme in mij aanwezig is dat probeert mijn energie te blokkeren. Omdat hij mij kent uit het verleden en omdat ik altijd doordenderde. Maar ik wou zeggen, die persoon ben ik niet meer. Dat klinkt heel raar. Maar in elk geval, die valkuilen die zijn gewoon minimaal geworden. Dus dit is een beschermingsmechanisme, het is oud beschermingsmechanisme. Dat dient me nu niet meer. Sterker nog, het blokkeert me, het zit me in de weg. Dus wat ik dan ga doen, is het volgende. Ik ga toch even een kant van mij zoeken die mijn energie toelaat. En ik voel daar een nuance in. En dat is dat een kant van mij is die mijn energie toelaat, maar gedoseerd. Dus niet een heel veel en dan weer niks. Nee, gewoon gedoseerd. Als een soort, ik kan niet anders zeggen dan, ik zie dan toch zo'n infuus vormen. Bij mensen die in het ziekenhuis liggen. En dan drupsgewijs wordt er bijvoorbeeld vocht toegevoegd. Niet in één keer heel veel, maar drupsgewijs. Zodat er de hele dag voldoende vocht is en dat het gereguleerd wordt. Dus ik wil toegang tot mijn energiemanager. Dus ik ga even een andere plek innemen. En je kunt bij de informatie over Force Dialog lezen waarom dat is. Dus ik neem een andere plek in en ik probeer me even in te leven in mijn energiemanager. Nou, mijn energiemanager die staat en die wipt heen en weer, die beweegt.
En die zegt, ik sta te popelen om je meer energie te geven, zo meteen al, op het moment dat jij mij dichter bij jou zet en de blokkade een andere plek geeft. In je bus, en dat kun je ook lezen op die pagina. Als jij mij dichterbij zet, dan ga ik, als het ware, zoals je dat zelf vertelde, als infuus, drupsgewijs, de hele dag voorzien van energie. En ik zal je ook af en toe een impuls geven, een soort energieinjectie, op het moment dat ik voel dat je dat nodig hebt, of op het moment dat je daarom vraagt. Ik ga zorgen dat je vanaf zo meteen al voelt dat je energieniveau omhoog gaat, want die is ook hoog als het rem eraf gaat. En ik snap ook, ik ben je energiemanager, dat regulering en dosering wel heel prettig is. Ook om te zorgen dat je een goede energiereserve aanhoudt. En dat je toegang krijgt tot je energie op een wijze waarop je me best in kunt zetten. Dus het enige wat jij hoeft te doen, we kunnen een heel lulverhaal houden, maar is mij dichterbij zetten. En je blokkade even een andere plek geven. En op dat moment zul je merken dat je meer toegang krijgt tot je energie. En dat je nog meer toegang krijgt dan dat je ooit hebt ervaren. Dat je zult merken dat de externe factoren wat minder van invloed zijn. Dus of je nou een nachtje wat minder hebt geslapen of niet. Er is altijd een steady niveau van energie die je tot je beschikking hebt. Dus, that's it. Goed, ik ga even terug naar de middenpositie, zoals ze dat noemen. Daar kun je ook alles over lezen. En, ik kan nog niet zeggen, ik ga het ervaren. Want dat gaat vanaf zometeen pas proberen gebeuren. Dus ik ga je later, zeg, over een paar weken delen hoe het met mijn energieniveau is. Ik ga het gewoon ervaren. Wat ik nu ga, letterlijk en figuurlijk ga doen, mijn blokkade had een bepaalde plek. En ik pak even een voorwerp. Even denken. Ik wou iets doen om een pen te pakken die ik daarna weg ga gooien. Maar dat komt niet overeen met de methode. Want de kanten zullen altijd aanwezig zijn. Dus die kun je niet wegdoen. Als we die metafoor van de bus aanhouden, die kunnen niet uit je bus. Ze blijven zitten, ze krijgen alleen een andere plek. Dus ik zit even te denken. Ja, ik zoek dus nu even een voorwerp. Dus dat kan ik jou ook even aanraden om een voorwerp te bedenken. Ja, dat weet ik dus even niet. Let's see. Ja, ik weet het. Ik zie hier al laarzen staan van mij. En het is toch bijna zomer. Dus ik pak even laarzen. En die zet ik even neer. Bewijzen van mijn energieblokkade. Echt waar, als jullie dit luisteren, denken jullie echt, die Griet is helemaal gek geworden. Maar neem maar van me aan dat ik dit met echt heel veel mensen doe. En je hoort al volle agenda, veel mensen dus. En dat, iedereen zegt van, ik weet niet wat er is gebeurd, maar er is gewoon wat veranderd. Meteen al. Dus ja, maar ik kan me voorstellen dat het een beetje raar klinkt. En ik denk zelfs wel echt, ex-collega's zullen echt wel denken, nou, die Wendy is een weg ingeslagen. Maar goed, ik doe het toch maar. Ook al word ik voor gek verklaard, want ik weet de mensen die hier naar luisteren, de mensen die dit met mij hebben gedaan, of die de techniek kennen, die hebben het ervaren. Dus dan weet je pas waar je het over kunt hebben. Dit gebeurt ook, dus mijn laarzen heb ik nu gepakt. Dus dat is mijn energieblokkade. En ik ga je gewoon even meenemen naar onze zolder. Ik zou eens moeten vloggen, joh. Want dat wordt helemaal dolle pret. Oké, ik breng het naar boven. Mijn energieblokkade breng ik naar boven. Oké. Je kunt je voorstellen dat ik altijd, als ik deze laarzen aan ga trekken, me realiseer dat deze voor mijn energieblokkade staan. Dus misschien kan ik daar nog wat mee doen. Dus mijn energieblokkade staat nu op zolder, dus het is er nog wel gewoon. Maar het is absoluut verder weg. Ja. En dan ga ik even kijken. Ik ben weer beneden. Nou, mijn energiemanager. Daar kun je ook een voorwerp voor pakken. Alleen, ja, dan moet het wel een voorwerp zijn, bij wijze van spreken, die je elke dag ziet. Dus dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een ring koopt of een armbandje een tijdje omdoet als je een vrouw bent. Of wat heel veel mensen doen, een steen in een zak stoppen. Ik zit even te kijken wat ik ga doen. Ik zie in elk geval een klein
schroefje liggen op mijn bureau. Ik weet mijn god niet waar die vandaan komt, waar die bij hoort, maar die ligt al best wel lang. Dus nou, ik ga die even gewoon in mijn zak stoppen, los schroeven. Dus ik schroef mijn energie los. En dan de komende dagen hou ik dat ding in mijn zak. Die neem ik mee in een andere zak als ik een andere broek aan heb. En dan is dat voor mij een stukje bewustzijn dat ik mijn energiemanager wat meer in ga zetten. Nou, ik ga stoppen, want ik ga even lunchen. Over energie gesproken. En dan komt mijn volgende afspraak, waarmee ik waarschijnlijk ook dit ga doen. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En nou ja, mocht je er meer over weten, kijk dan even op wendyborst.nl/persoonlijkheidskanten. En dan wens ik je een hele fijne dag. Doei doei!